Als patiënt heb je duidelijke rechten. Die rechten zorgen ervoor dat je goede en comfortabele zorg krijgt. Maar om die rechten goed te kunnen toepassen, hebben we soms ook je hulp nodig. Zorg is namelijk teamwork. Zullen we even overlopen? 1. Je hebt recht op kwalitatieve zorg. Daar gaan we 100% voor, wie je ook bent. 2. Je mag kiezen wie je arts is en het staat je vrij om een tweede opinie te vragen. We vragen je wel om even te verwittigen als je afspraak niet kan doorgaan. 3. Je hebt recht op informatie. Dat betekent dat je heldere info hoort te krijgen over je gezondheidstoestand. Natuurlijk hebben we daarvoor ook correcte en volledige informatie van jou nodig. 4. Je hebt recht op geïnformeerde toestemming. Dat betekent dat je zelf keuzes kan maken over je gezondheid op basis van belangrijke informatie. Heb je toch nog vragen of twijfels, dan kan je altijd bij je zorgverlener terecht. 5. Je hebt het recht om je patiëntendossier in te kijken en een afschrift te vragen van je gegevens. Na ontvangst van je aanvraag bezorgen wij je dossier binnen de 15 dagen. 6. Je hebt recht op privacy. Alleen relevante personen zijn aanwezig bij je zorg en je gegevens blijven bij je zorgverlener. Respecteer jij dan ook de privacy en rust van anderen? 7. Je hebt recht op pijnbehandeling. Als je pijn hebt, zullen we er alles aan doen om die te verzachten. Je voorgeschreven richtlijnen zorgvuldig opvolgen helpt daar zeker ook bij. 8. Soms sta je er liever niet alleen voor. Je hebt het recht om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. En voor wanneer je je patiëntenrechten zelf niet meer kan uitoefenen, kan je een vertegenwoordiger aanduiden. 9. Heb je klachten, dan kan je dat best meteen op een respectvolle manier aankaarten bij de betrokken zorgverlener. Geraken jullie er niet uit, dan kan je nadien bij de ombudsdienst terecht. Durf te spreken. Iedereen in ons ziekenhuis zit immers in jouw team. Wil je graag meer weten? Neem een kijkje op onze website.